Wat je nooit zou moeten doen als je trek hebt in zoet, is iets zoets eten. En over de meer dan 10 jaar dat ik mensen begeleid met hun gezondheid, zie ik ze iedere keer opnieuw die fout maken. Er zijn maar 2 redenen waarom je lichaam om zoet vraagt en ze hebben niks met zoet te maken. De eerste reden is dat zoet stimuleert neurotransmitters, stofjes die gelukshormonen zijn, je goed doen voelen, je natural high geven. En je lichaam vraagt daarom. En de 2e reden waarom je lichaam vraagt om zoet is vanwege een lage bloedsuikerspiegel. Wanneer je iets zoets eet, bijvoorbeeld zelfs wanneer je een fruitdrankje drinkt of wanneer je snacks eet of zelfs wanneer je brood eet of andere suikerrijke voedingsmiddelen, dan stijgt je bloedsuikerspiegel. En je lichaam vraagt om die piek in suiker omdat het zo gewend is te functioneren door het voedingspatroon dat jij eet. Wanneer je bloedsuikerspiegel echter stijgt, dan raakt je lichaam niet alleen maar in een staat van vetopslag. Het heeft talloze andere gezondheidsnadelen. En zonder te diep op dit onderwerp nu in te gaan, en ik zal je verwijzen naar andere artikelen waar ik hier meer over heb geschreven, is het belangrijk te beseffen dat wanneer je trek hebt in zoet en je eet iets zoet, dan blijft een schadelijk gezondheidspatroon blijft in stand, wat je juist wilt doorbreken. Jij wilt bij trek in zoet niet luisteren naar dat signaal, maar juist iets eten wat je bloedsuikerspiegel stabiel houdt en wat je langdurige energie geeft. En een voorbeeld daarvan is een handje noten bijvoorbeeld, of bijvoorbeeld een gekookt eitje, of iets van groentesnacks zoals bijvoorbeeld komkommer of paprika of wortel. En ik weet dat sommige mensen daarna misschien zullen zeggen, ik ben toch geen konijn, maar wat je wilt is een goede lange termijn gezondheid. Ander geweldig tussendoortje is een groene juice en je kunt met een sapcentrifuge, je bleekselderij en allerlei andere groentes gaan lopen juicen en dat is meestal een hele hoop gedoe. Of wat je kunt doen is simpelweg een schepje groene poeder nemen van deze green juice. Want feitelijk zijn dit gewoon al voorgemalen groentes, alsof het al is voorgejuiced voor jou. En daarna is het gedroogd tot poeder. En vervolgens voeg je er een beetje water aan toe of je voegt een beetje kokoswater of sinaasappelsap toe om het juist wat lekkerder te maken. Green juice is echt een energiedrank van groenten. En het zijn dus ook allemaal echte groentes die lekkerder zijn als je het een klein beetje op smaak maakt. En dit is voor mij een van mijn favoriete tussendoortjes op het moment dat ik trek heb in zoet. Want op deze manier hou ik en mijn bloedsuikerspiegel stabiel, het activeert mijn natuurlijke energie van mijn lichaam. En het geeft me een boost aan voedingsstoffen, want het is een hoge bron van vitamines zoals vitamine E, vitamine C, B-vitamines, calcium, magnesium, ijzer, etc. Proost.